Ja, en in Frankrijk gebruiken ze varkens om in de grond te vroeten en dingen voor ons mensen op te sporen. Truffels zijn paddenstoelen die onder de grond groeien. Sommige mensen zijn er gek op. Ze worden vaak geserveerd in dure restaurants. Ook varkens zijn er dol op. In Frankrijk worden varkens getraind om de truffel op te sporen. Varkens hebben een hele grote neus waar ze heel goed mee kunnen ruiken. Duizenden keer zo goed als een mens. Maar die neus doet ook dienst als schop. Ze kunnen er prima mee graven. De boer moet er wel op tijd bij zijn om het varken terug te trekken voordat hij de truffel in zijn bek heeft. Ja, heel leuk allemaal, maar nu als de bliksem...